Hallo allemaal, hier zijn we weer met Lezen voor de Lijst. Dit keer een verhaal van Tommy Wieringa, Dit zijn de namen. Ik concentreer me vooral op de thema's in dit boek. De eerste vraag zou kunnen zijn, welke verhaallijnen lopen hier door elkaar? Nou, in de eerste plaats is dat het verhaal van 7 vluchtelingen, waarvan we de namen aanvankelijk niet kennen, die door de woestijn zwerven en vreselijke ontberingen moeten doorstaan. 5 mannen en een vrouw. 5 mannen, de Ethiopiër, dat is uiteindelijk de tweede dode, die gaat als tweede dood, die zich afzijdig houdt als enige nog iets van menselijkheid bezit door zijn eten te delen, water te laten drinken voor anderen en bij de eerste dode bidt. Dan de lange man, dat is de eerste die doodgaat. De stroper Alexander Hatsch, de man uit Ashabat en Vitali, die het hoofd van de Ethiopiër afsnijdt. En dan is er, ik weet niet of ik dat nog gezegd heb, nog de jongen. De vrouw krijgt later een naam in het verhaal. Ze heet Samira Uygun. En dat is natuurlijk wel van belang, want dat is ook een beetje de betekenis van de titel. Dit zijn de namen. Uiteindelijk krijgen we de namen als individu, als tekening van het individu wel, maar verderop in het boek. Die zwerftocht is helemaal gebaseerd op het Bijbelboek Exodus, het tweede Bijbelboek. En in de Torah staat ook het tweede boek, de tweede rol, Exodus. En als je niet bijbels bent opgevoed, dan zou het toch wel handig zijn om dat verhaal eens even te lezen in een bijbel die je ergens opzoekt, in je bibliotheek of zo. Want dan snap je veel beter alle verwijzingen. Ben je wel bijbels opgevoed of christelijk opgevoed of joods opgevoed, dan heb je daar natuurlijk geen problemen mee. Als je het boek Exodus kent. Exodus begint het boek met Dit zijn de namen. Dus dat is ook een verklaring voor de titel. Omdat dat de eerste zin uit het boek Exodus is. Dan is er een tweede verhaal van Pontus Beg, die commissaris van politie is in Michailopol. Dat het aan de rand van die steppen ligt waar die zwervers doorheen gaan. En die Beg is een commissaris van politie die in een stad woont die vol corruptie, eigenbelang en nare overheidsdienaren, egoïstische overheidsdienaren is. En je zou kunnen zeggen dat is eigenlijk ook een woestijn waarin hij leeft. Een keiharde samenleving met heel veel gebrek aan altruïsme. Eigenlijk op symbolische wijze is dat ook een woestijn. En Pontus Beg wendt langzaam aan het idee dat hij ontdekt heeft dat hij een Jood is. En hij omarmt dit geloof uiteindelijk. De beide verhaallijnen komen dan bij elkaar als de vluchtelingen de stad bereiken. En de onrust over hun ontregelende aanwezigheid losbreekt. Voor Pontus is ook het laatste hoofdstuk. Hij staat dan met de jongen Said op een soort bergje te kijken, op een heuvel te kijken naar de verte. En ze kijken door een verrekijker en zien daar een hek van het land waar die Said dan uiteindelijk eigenlijk naartoe wil en doorheen zou moeten. En dan zegt Pontus, zou je niet naar Israël gaan? Ik kan ervoor zorgen dat je een Joods paspoort krijgt, want ik ben Joods. En dan doen we net alsof jij mijn kind bent. Het is toch een corrupte zaak daar op in die stad. En die suggestie wordt gewekt dat die jongen misschien wel naar Israël zou kunnen gaan om daar een gelukkiger bestaan op te bouwen. Hoeveel delen heeft het boek? 3. Najaar, winter, voorjaar. Er zit nog weer een heel verhaal achter, maar dat laat ik even zitten. Welke thema's zie je? Dat wordt vast gevraagd, want het is zo'n gecompliceerd boek met zo ontzettend veel verwijzingen naar verschillende religies, dat je
wel erg van erg goede huizen wil, moet zijn om daar echt zelf uit te komen. Dus daarom geef ik je een paar thema's, reik ik die aan. In de eerste plaats, een thema dat Wieringa ook in andere romans naar voren brengt, de langzame ondergang van een illusie. Mensen hebben illusies en ze ontdekken dan dat de werkelijkheid ze die illusie afpakt. De vluchtelingen of migranten hebben de illusie dat ze over de grens gezet worden, maar ze worden bedrogen. Dat wordt allemaal in scène gezet voor ze. En ze worden gewoon in de steppen afgezet en loop maar naar het oosten en dan komt het wel goed. Maar ze verdwalen vreselijk en komen uiteindelijk uit bij de stad waar ze begonnen zijn. 2. Het actuele thema van de migratie. Dat kan natuurlijk niet missen. Het zijn vluchtelingen, mensen die elders hun geluk beproeven en die zijn gaan zwerven om iets te ontvluchten natuurlijk. Naar het toestand te ontvluchten, het blijft onduidelijk hoe dat precies bij ieder individu zit. Maar het zijn echte Israëlieten die zwerven in de woestijn. Want dat is het verhaal van vroeger. Toen was migratie ook al een belangrijk aspect van de samenlevingen. De Israëlieten ontsnapten uit Egypte en zwierven toen nog 40 jaar door de woestijn voordat ze het beloofde land eindelijk konden bereiken. Ze hadden zelfs de beenderen van Jozef meegenomen, zoals de vluchtelingen het hoofd van de Afrikaner, de zwarte man, meevoeren. Vandaag de dag komen we ontzettend veel verhalen over heel de wereld tegen van migranten, van vluchtelingen die het heel slecht hebben en het moeilijk hebben. En daarom is het zo'n actueel boek, omdat je daar eens weer bij bepaald wordt en je afvraagt, wat moet ik daarmee? Derde thema is het maken van een gevaarlijke reis. Het maken van de reis kun je letterlijk en figuurlijk opvatten. De vluchtelingen maken natuurlijk die reis die ik uitgebreid besproken heb. Maar Pontus is ook op reis. Hij is op reis naar zijn Joods zijn. Hij zoekt zijn roots en hij onderneemt een lange reis om uiteindelijk bij het Joodse geloof uit te komen. Wij allemaal, zegt het boek eigenlijk, zijn zoekers naar zin. We zijn eigenlijk allemaal uit op verlossing uit moeilijke toestanden in ons leven of verlossing in moeilijke toestanden in de maatschappij. De pijn en het lijden willen we kwijt, we willen verlost worden. Dat is typisch menselijk. Vierde thema, de eeuwige kringloop van dingen, van dood naar leven. Pontus ontworstelt zich aan de corruptie. Hij gaat van dood naar leven. Said gaat misschien naar Israël om daar een nieuw leven op te bouwen. De vluchtelingen bereiken uiteindelijk toch de stad. En de vrouw die in die vluchtelingengroep aanwezig is, baart een kind. Van dood naar leven, want zij moet het met haar leven bekopen, maar dat kind is gezond. En dat is dus de eeuwige wederkeer van de dingen, de eeuwige kringloop die beschreven wordt. En hoe kun je dat nou allemaal doorstaan? Die zoektochten en dat zwerven, dat rondzwerven, dat je ook figuurlijk dus kunt duiden. Namelijk doordat je geloof hebt. De noodzaak van het geloof wordt in dit boek eigenlijk wel bepleit. We kunnen niet anders dan naar verlossing zoeken, of dat nou in het Joodse geloof is, of in het christelijke geloof, of misschien in het wijsgerige stelsel van het Chinese denken, waar de schrijver ook nog in andere boeken wel naar verwezen heeft. We moeten wel een of andere vorm geloof hebben. De zesde en laatste thema waar ik op zou willen wijzen is de vraag die beantwoord wordt in het boek. Hoe ontstaat religie eigenlijk? Hoe gaat dat? Hoe ontstaat een geloof? Hoe is het Joods geloof ontstaan? Wat is de kern van het christelijk geloof? Hoe is dat ontstaan? Nou, de theorie is dan, dat blijkt ook wel uit het boek, als je naar de vluchtelingen kijkt, de gemeenschap wijst eerst een zondebok aan, die Ethiopiër wordt eerst als slechterik
voorgesteld als degene aan wie iedereen een hekel heeft. Hij moet dood en hij blijft ook op een afstand van hen achter ze aanlopen en uiteindelijk wordt hij neergeslagen en doodgemaakt. Dan wordt die zondebok beladen met de zonde uit de gemeenschap en dan lijken ze die zonde kwijt te zijn en lijken ze zich beter te voelen, maar er ontstaat schuldgevoel omdat die zonden toch uiteindelijk ongeheeld blijven. En dus keert die zondebok dan terug, maar nu in de vorm van een verlosser. Men gaat dan eens inzien, ja, maar hij heeft ons verlost. Hij heeft ons aanwijzingen gegeven, zegt de vluchtelingen, die Ethiopiër, welke kant we op moeten. Daardoor zijn we bij het huis van die oude vrouw terechtgekomen en zijn we uiteindelijk waar we konden eten en zijn we uiteindelijk bij de stad terechtgekomen. Hij heeft ons eigenlijk altijd begeleid. Hij was er altijd, ook toen hij dood was. En hij heeft ons geholpen. Nou, dat is de kern van het christelijk geloof, hè, waar Christus degene is die beladen wordt met het schuldgevoel en beladen wordt met de schuld en die uiteindelijk aan het kruis genageld uit de dood opstaat en dan degene is die bij ons de verlossing komt brengen. De zondebok keert terug als verlosser. In het DBNL, de Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren, zijn 3 artikelen verschenen die je vooral even moet lezen als je er nog wat dieper op in wil gaan, omdat die heel goed de achtergrond van het boek schetsen. Ik heb ervan genoten van het boek, vond het mooi, hier en daar ook wat voor de hand liggend, dat ik dacht, ja, dat weet ik eigenlijk al, maar ja, ik ben heel wat ouder dan jullie, dus dat is niet zo heel gek dat ik die theorie bijvoorbeeld van het ontstaan van de religie al eens eerder gelezen had ergens anders. Ik wens je veel geluk met het schrijven van een leesverslag. Als je over dit boek een leesverslag moet schrijven, dan heb je heel wat te doen, want er zit heel wat in. Je kunt het ook gewoon, denk ik, bij deze thema's houden. Ik denk dat dat zeker voldoende is op een mondeling, als je een paar van die thema's kunt noemen. En ze zullen zeker begrijpen dat je dan uiteindelijk niet vreselijk in dat boek, zo vreselijk in dat boek verdiept hebt dat je er de dagen mee bezig was. Dus wat dat betreft hoop ik ook dat je ervan genoten hebt van de originaliteit van het boek. Want ik vind die Tommy Wieringa een heel originele schrijver. Nogmaals succes en ik zie je graag terug. Had je er wat aan? Druk dan even op like. Dat vind ik fijn om te weten. Misschien heb je ook suggesties voor mij. Welk boek ik zou moeten bespreken of waar je moeite mee had. Dan wil ik er zeker naar kijken. Dankjewel.